Er is geen spatje regen te bekennen vanavond. Vandaar dat er flink wordt gesproeid. Nou, dat er geen regen is, dat komt goed uit. Want het wachten is hier op de aftrap. Voor een dijk van een wedstrijd. Welkom iedereen. Goed om te kijken. Jeroen, mijn collega hier naast mij en ikzelf zie het. We zitten klaar achter onze microfoons. Maar niet onvermeld mag blijven dat wij er ook enorm veel zin in hebben. Dit is Charleroi tegen Hull City. Ik denk dat we 90 interessante minuten tegemoet gaan zien. Hopelijk krijgen de jonkies ook een kans om hun kunsten te laten zien. Hier zien we de basisopstelling van het eerste team. Goed, ja, ze hebben weliswaar twee aanvallers rondlopen vandaag. Maar het is maar de vraag of ze die in positie kunnen brengen vandaag. Of ze die kunnen bereiken. Dit is een systeem dat je niet speelt met de intentie om doelpunten te maken. De opstelling van de tegenstander. De trainer van deze ploeg maakt er geen geheim van dat hij wil gaan aanvallen. Anders zou je niet voor 4-3-3 zijn gekozen. Dat lijkt me ook niet, nee. Een interessante formatie, dat wel, met een vrij compact middenveld. Aftrap is inmiddels genomen. We beginnen aan de wedstrijd. De scheidsrechter twijfelt niet. Overtreding door Charleroi. Geen moeite voor Buffon. Grant. Patrick Coutrone. Adams. Ja, mooie steekpaas. En hij komt aan hoor, die steekpaas. Zou ze toch nog kunnen profiteren? De tegenstander neutraliseert zijn schot. Ziad Kolasinac. Marco van Ginkel. De inworp voor Charleroi. Charleroi maakt dankbaar gebruik van de ruimte op de flank. Poging, de doelman met een makkelijke redding. De aanval geopend door Charleroi. De kans om voor te komen in actie van de sluitpost. Gegeven. Een dreigende kopbal. Maar net op tijd gekeerd door de keeper. Jongens, wat een wereldredding. Geweldig. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Afslachtige poging om de bal weg te werken. Die houdt hij makkelijk tegen.
En ze kunnen meteen weer aanvallen naar die ingreep. Vladimir Darida. Dat kan hij hiermee. En dan gaat deze bal er wel in. Ja, het was gewoon een kwestie van tijd. Maar dit is wel een optelsom. Hè? Na zoveel druk, ja, kan een doelpunt niet uitblijven. Het begint natuurlijk allemaal met een steekpaas die tot in de perfectie wordt uitgevoerd. Juiste richting, juiste snelheid. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Nasser Chatli. De bal wordt met het grootste gemak rondgespeeld. De bal gaat rakelings over. Wat een boeier zeg! Manuel Lanzini. En hij komt eruit met de bal. Het gaat hier alle kanten op. Kop met een tegentreffer. Doen ze wat terug. En brengen de stand weer in evenwicht. Daar zie je het, laten we wel zijn. Dit is eigenlijk een onlogisch doelpunt. Het is volkomen tegen het spelbeeld in dat deze ploeg scoort. Maar dan ontstaat er eventjes de ruimte. En daar gaan ze dan wel heel goed mee om. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. Voorzet in het strafschopgebied. Het leek gevaarlijk. Maar viel uiteindelijk mee. Vladimir Darida. Charleroi. Moeiteloos rondgaan. Van spelen naar spelen. Manuel Lanzini. Ze is op het doel. Moet je uitkijken hoor. Daar gaat hij aan van. Op de doelman af. Maar die is er snel bij. En dan zit hij hier op tijd tussen. Grant. Adams. Door een zwakke paas wordt de bal onderschept. Nasser Chatli. Daar kan hij worden geholpen door een medespeler. Hier is de kans op de voorsprong. Oh, hij dacht, ik maak er nog één, maar de doelman doet zijn werk goed. Hij houdt dit schot feilloos tegen. Komt voor het doel. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Voorzet in de 16. Ah, van zo dichtbij gemist. Ja, mooi gedaan hoor, de Buffon. Ja, die laat de bal niet zomaar los. De vierde official geeft aan 2 minuten extra. Ja, nu kan er een counter komen. Goed werk zeg, om hem daar af te pakken. En we gaan nu de rust in.
Charleroi mocht aftrappen. En de tweede helft is onderweg. Die is niet fit meer. Ik vraag me af of hij het einde van de wedstrijd wel haalt. Dat was alles behalve een tackle op de bal. Daar kun je geel voor geven, scheids. Voor die actie wordt een gele kaart gegeven. Lijkt me niet onterecht. Steekpaas door de lucht, maar iets te ver. De doelman heeft hem. Sterke actie en gelijk weer in de aanval. Dit moet het doelpunt worden. Een sublieme redding, zeg. En van zo dichtbij ingeschoten. Hij heeft eigenlijk bijna geen tijd om te reageren. Dat maakt het ook zo knap. En dat levert een formidabele redding op. Die wordt kort genomen. Nou, de doelman kan gewoon op zijn plek blijven staan voor die bal. Daar is de aanval van Charleroi. Marco van Ginkel. Wat een steekpas. Heerlijk. Dat begon makkelijk stoppen. Eitje. Manuel Lanzini. De ruimte ingestuurd. Maar helaas, de aanval loopt dood. Het wordt hem niet makkelijk gemaakt. Vroeg onderschept die bal. Kans op de voorsprong. De keeper keert de inzet met die duik. Hoekschop wordt voorgegeven. Een poging die bal weg te werken mislukt. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Ze kiezen voor een behoudende speelstijl in de hoop dat de tegenstander ruimte weggeeft. De doelman kan naar die bal duiken en hij kan naar de kans fluiten. Wegkans, maar goed werk van die keeper. Die doorgebroken speler, die had het wel wat beter kunnen doen natuurlijk. Man staat zijn mannetje. De bal komt voor het doel. Buffon redt, maar het gevaar is niet geweken. Haha, mooi opgelost. Het gevaar is voorbij. Charleroi mag een vrije trap nemen. Charleroi maakt dankbaar gebruik van de ruimte op de flank. Zoekt naar een vervolgactie. Nou, dit moet je maar durven. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Ring.
laat zien hoe het moet. Een mooie dribbel. Legt hem neer in de 16. Goed druk gezet hoor. Voor de voorsprong. Ja, goal. Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Als je zo slordig opruimt, ja, dan leidt dat uiteindelijk natuurlijk tot gedoe. Hier zie je de bal niet goed wegwerken. En met alle gevolgen, de trainer die zal daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee zijn. Dit zou wel eens de winnende kunnen zijn, want zo lang duurt het niet meer. En hier geeft de scheidsrechter voordeel. Hij schat de situatie goed in, vindt hij. En die voorzet kwam niet voorbij de verdediger. Niet voor de doel, maar kort. Dat leek op een aardige schiet. Nu gewoon een doeltrap nemen. Daar. De bal wordt geraakt. Die houdt hij makkelijk tegen. En nu is het zaak om in die laatste 5 minuten de voorsprong niet meer weg te geven. Alles wordt op alles gezet in die laatste minuten. Die achterstand moet van het bord. Adams. Charleroi. De bal moeiteloos rondgaan. Van spelen naar spelen. Door deze redding blijft de achterstand maar 1 doelpunt. En hierdoor kunnen ze het ook nog recht zetten. Goed gedaan trouwens door die doelman. Ze krijgen het balbezit weer. Er komt 3 minuten extra speeltijd bij. Grant. Hij gaat verder. Nee hoor, toch niet. Ze zijn de bal kwijtgeraakt. En met dat fluitsignaal komt deze wedstrijd tot een einde. De thuisploeg wint. Ja, we kunnen er lang en breed over discussiëren. Maar ik weet eigenlijk niet of deze wedstrijd een winnaar had verdiend. Maar ze hebben het voor elkaar gekregen. Met minimaal verschil. Wat een fenomenale wedstrijd van deze speler vandaag. Ik vond hem heel sterk vandaag. Hij maakte 2 goals en... Ja, dan heb je natuurlijk een cruciaal effect op de uitslag.